Oké, en wat hebben we geleerd vandaag? Starten we vandaag en de komende weken met een reeks basisveronderstellingen in NLP. Wat zijn basisveronderstellingen? Dat zijn eigenlijk een soort axioma's, basisregels die sowieso gelden zonder dat ze echt bewezen worden binnen NLP. Nu, veel van de basisveronderstellingen, en dat ga je zien in de komende weken, zijn eigenlijk zaken die we dan in andere theorieën ook terugvinden en waar er eventueel wel wetenschappelijk onderzoek naar gebeurd is. Dus bij deze laten we erin vliegen met de eerste basisveronderstelling. De betekenis van de communicatie is de reactie die je krijgt. Dit vind ik een supermooie en ook een die ja, heel fel mapt op de Covey-eigenschappen, de drie eigenschappen die gaan rond interactie met andere mensen, hè, van onafhankelijkheid naar wederzijdse afhankelijkheid voor de mensen die de Covey-eigenschappen al kennen. Wat wil deze basisveronderstelling eigenlijk zeggen is, als je in communicatie gaat met een persoon, is het niet wat je zegt die de communicatie definieert, maar eigenlijk de reactie die je terugkrijgt. Dus als jij een bepaalde ding zegt aan hun baas, aan hun zoon, aan een collega, en die reageert daar heel boos op, ja, dan was er ook iets mis. Iets mis. Oké, dan was er iets in jouw communicatie die ja, eigenlijk niet de reactie gegeven heeft die je verwacht had. Dat kan allerlei redenen hebben, hè. Dat wil niet noodzakelijk ook niet zeggen dat jouw communicatie fout was, maar dan weet je dat je niet jouw doel bereikt hebt. Want dat was eigenlijk niet de bedoeling van de zin die je net gezegd had. Dus een hele sterke en ene die heel goed mapt op net die eigenschap 4, 5 en 6 van Covey. In de zin van denk win-win. Dus als je in communicatie gaat met iemand en je bent er op bijvoorbeeld zelf van overtuigd dat het de bedoeling is dat je samen sterker komt uit dat verhaal en dat je daar alle twee voordelen uit moet halen. Dan ga je al op een andere manier communiceren, waardoor je andere reacties gaat krijgen. Als je in de communicatie eerst zorgt dat je de andere ten volle begrijpt en pas dan ook jouw versie van het verhaal gaat toevoegen, dan ga je ook de communicatie weer op een andere manier beginnen aanpakken. Dus je gaat andere reacties krijgen omdat de persoon zich gehoord voelt. Die voelt dat je echt geïnteresseerd bent om te begrijpen wat dat standpunt is. En die weet waarschijnlijk ook wel dat je wel een ander standpunt hebt. Dus het feit dat jij energie insteekt om eerst de anderen ten volle te begrijpen, gaat ervoor zorgen dat je eigenlijk automatisch in die zesde eigenschap dan gaat komen, zijn de synergie. Door met een open mind en met een positieve ingesteldheid dat er een win-win kan zijn, in dialoog te gaan, gaat er in die dialoog dingen ontstaan die elk van jullie individueel niet had kunnen verzinnen op voorhand. En dat is dan die synergie. Dus 1 plus 1 wordt effectief 3 door de andere manier van communiceren. Wat maakt dat zo sterk bij hoogbegaafden als je op die manier naar communicatie gaat kijken? Is als je in een groep communiceert, maar jij denkt snel en dus jij springt heel veel stappen verder omdat je eigenlijk die stappen niet ziet. Hè? Dus de A, B, C, D, E, F, hè? Dat voorbeeld dat ik nogal veel gebruik, zie jij al direct de F, hè? Het antwoord op de vraag. Maar jouw collega's zien A of zien B of zien A en B. Dus iedereen ziet eigenlijk in het plan van aanpak de dingen die moeten gebeuren, andere dingen. Als jij in jouw communicatie direct F en met veel druk dat push naar de anderen, is de reactie die je krijgt dat de mensen ja, boos kijken, je een beetje hautain vinden, hè, een beetje allee, grof, kort door de bocht, allee, niet collegiaal, al die dingen komen op. En de natuurlijke neiging is, oh ja, ze begrijpen mij niet en ik doe het dan nog liever alleen. Hè. Dus je gaat niet overweg met de reactie die je krijgt, of ja, je gaat er wel mee overweg in de zin van, ik zal het dan wel alleen doen, het gaat dan tenminste goed zijn en het gaat dan klaar zijn. Dat is, ja, op het eerste zicht lijkt dat dan nog goh, goed, we zijn dan sneller vooruit. Ja, maar gelukkig worden daar nogal een keer niet van. Dus als je dan die drie eigenschappen van Covey gaat beginnen toepassen en echt ten volle de andere probeert te begrijpen, wilt dat de andere ook stappen vooruit zetten, zodat je daar samen een win-win kunt uithalen, en volledig in dat type communicatie gaat kruipen, gaan die reacties totaal anders zijn. En trust me, dat geeft echt wel energie. En dat gaat er echt voor zorgen dat je ook meer gedaan krijgt, omdat je samen aan iets gaat werken en je kan misschien al met het volgende bezig zijn, waar je ook de F al van ziet.
Maar jouw collega's kunnen daar mee aan bouwen en dan samen zet je een project op poten waar iedereen met zijn talenten het verschil kan maken. Dus één van de vooronderstellingen van NLP, maar al direct een hele sterke om mee te starten. Dus denk heel goed na in de volgende keer dat je in communicatie in conflict komt, van in plaats in de verdedigingsmodus te vliegen en eigenlijk de fout bij de anderen te leggen, neem deze reactie op als feedback en denk na van oké, waarom krijg ik die reactie bij die communicatie die ik net gedaan heb? En wat kan ik doen binnen mijn cirkel van invloed om de anders te laten lopen? Voilà, dat was een hele interessante vooronderstelling die al perfect mapt op de drie eigenschappen van Covey. Nu, als je daar zelf mee aan de slag wilt rond actie, reactie en communicatie, ik zou zeggen, Covey lezen is sowieso al een tip als we een boekentip zouden willen geven. Het kan zijn van, om te reflecteren over, zeker in een professionele omgeving, van ja, de relaties lopen stroef en ik heb veel conflicten. Dan kan een van onze loopbaancoaches jou wel helpen om het een en ander scherp te krijgen en een beetje een spiegel voor ogen te houden rond wat er juist gebeurt in die conflicten. Denk daar ook aan de 6 logische niveaus die we in een van de vorige filmpjes over gehad hebben. Zit je wel in de juiste omgeving om in dat groeiproces te komen? Want ja, communicatie is de reactie die je krijgt. Als je natuurlijk helemaal in de foute omgeving zit, kan het zijn dat die communicatie nooit op het niveau gaat geraken waar dat je gelukkig van gaat worden. Concreet voorbeeld, als jij bijvoorbeeld opeens zou moeten dag in dag uit gaan werken in een beschutte werkplaats, heel veel respect voor de mensen, want ja, die pakken ook dingen vast, maar ja, ga nog zo je best doen in die communicatie, in die win-win. Ja, te overbruggen verschil is dan gewoon veel te groot. Dus extreme voorbeelden is eigenlijk alleen maar om het uitgelegd te krijgen. Maar we komen regelmatig ook klanten tegen, hè, waar de communicatie stroef verloopt en al die dingen. Maar als we eigenlijk gaan kijken naar in welke omgeving zitten ze, wat zijn de uitdagingen, welke capaciteiten dichten ze zichzelf toe, dat ze eigenlijk niet in de omgeving zitten waar dat ze zelf te volle in groei kunnen komen en gechallenged worden door anderen op een positieve manier. Ja, dan ga je aan die communicatie ook maar zo ver kunnen geraken. Dus individuele loopbaancoaching kan jou helpen met die communicatie. Het groepstraject is dat zeker een van de elementen waar we elke keer opnieuw mee aan de slag gaan. We analyseren bepaalde conflictsituaties, werk, privé of bepaalde uitdagingen. En gaan dan met de eigenschappen van Covey aan de slag, de hoogbehaafdheidskenmerken en zo. En gaan zo ook zien dat je communicatie gaat veranderen. Voor alle duidelijkheid, in NLP heb ik niet gezegd daarnet, maar 7% van je communicatie is je verbale, dus je non-verbale, dus wat dat je lichaam vertelt, je intonatie, etc. Die hebben allemaal een veel grotere impact. Dus houd daar ook rekening mee. De communicatie gaat over meer dan de woorden die je zegt. Voilà, dus dat is eerst een van de vooronderstellingen van NLP. Ik zou zeggen, let vandaag eens bij je communicatie op de reactie. En denk dan na over wat in jouw communicatie anders kan om die reactie ook te doen veranderen. Veel succes!